een hele lange streep die we zullen moeten afleggen voor onze eigen vrijheid hier in dit land. Vandaag is weer bewezen dat ze een jonge Surinamer niet klein kunnen krijgen wanneer hij onder de vlag staat van de Nationale Democratische Partij. Wij buigen niet en we blijven vechten tot de laatste snik. Laat dat duidelijk zijn. En nogmaals, dit is het begin van een hele lange strijd. Ik heb het gezegd hier, ik heb het gezegd op de laatste vergadering. Ashwin, jij bent een strijder van het eerste uur. Yes. En dus zo zijn we allemaal hier en wij geven niet op. Wij geven dit land niet over. Wij zijn geen verraders. En nu niet, ik heb het ook gezegd. Wij laten ons niet meer kolonialiseren. Nooit meer. En als het dan anders moet, dan zal het anders gebeuren. Maar wij gaan het niet toestaan. Trapas Nodé. De man Bwe. We hebben nu al bewezen dat ze het niet kunnen doen. We zijn aan de vooravond. Aan de vooravond. Van onze onafhankelijkheid. De 45ste onafhankelijkheid. En dan ga je zo om met je eigen Surinamer. Je gaat zo om met onze eigen broeder. Wie ben jij? Waar denk je aan? Waar ben je bezig? Om het land weer te verkopen aan die Hollanders? Nooit! Ook op je eigen bedring. Ashwin, de partij, het Surinaamse volk, is trots op jou. Is trots op je familie. En wij ook. Piroshi, dat was Wispa, recht zegevier wel. En dat doet me goed om te zien dat er nog recht bestaat. Maar er zijn bepaalde elementen, mensen. Er zijn bepaalde dingen die gebeuren. Net als hoe Omraman die gezegd. We zijn aan het begin. Ik heb bepaalde dingen gehoord. Ik heb bepaalde dingen gezien. Ze zijn met ons bezig. Jawel! Ze zijn met ons bezig. En ergens van binnen voel je, als mensen alles geven voor hun land, in de hoogste functie, dan ga je op een bepaalde manier om met mensen. Deze partij heeft meer dan 10 jaar leiding gegeven aan dit land. Tenminste, moeten ze die waardering krijgen. Yes. Yes. Ik ben nu daar één van de exponenten, maar we hebben meerdere. Ze zijn bezig met ons. Ja, man, Bobby. En ik zeg, als er straks dingen gaan blijken, weer een kies. In deze was het één gefabriceerde kies van 3 maanden over een paar camera's. 3 maanden in mijn dossier. Zo dik. 3 maanden lang ben ik niet gehoord. Ik kreeg vrijdag een brief om maandag te verschijnen. Let wel, ik heb niet vrijdag geroepen. Ik heb vrijdag een brief om maandag te verschijnen. En dan nauwelijks is er iets gebeurd en ik ben zonder getuigen voor te worden in persoon, ben ik plotseling verdachte. Denk je, hoe kan dat? Ik zeg niets verder. Maar dat geeft wel een verval weer. Er zijn bepaalde elementen en we moeten eerlijk zijn in het land. We kunnen niet in waardigheid doorleven. Er kan geen onoprechtheid blijven op de manier hoe het nu aan toe gaat. We moeten praten met de mensen. Want wij zijn voor een bepaald belang hier. We zijn niet voor onszelf. Zolang er een kloof tussen rijk en arm is, zolang onze natuurlijke hulpbronnen in gevaar zijn, gaan we ons mond open doen, ja. Zolang er mensen in armoede leven, omdat je plotseling devalueert, gaan we ons mond open doen, ja. Amen. Zolang mensen onrecht aangedaan worden, en ze zijn met ons bezig, en ik zeg, we gaan verder. Wij gaan verder en wij gaan niet stoppen. Dit is een strijd die gaat blijven. Komende dagen gaan we nog verder. Maar wij gaan door. Ashwin, welkom. Ashwin, welkom. Ashwin, welkom. Ashwin, welkom. Beste mensen, ik vraag u om waakzaam te zijn. Precies
wat meneer Ashwin Adin heeft gezegd. Ik mag u verklappen dat ik vanmiddag drie namen heb gehad die op de hitlijst staan. Drie namen, huidige parlementariërs die op de hitlijst staan. Ik zeg het u, ik heb het vanmiddag, dat bericht, en het bericht is hard binnengekomen. Wees waakzaam. Aan de vooravond van onze onafhankelijkheid, van een rechtsstaat, moeten we dit meemaken. Dat een vooraanstaande politicus van zijn vrijheid beroofd is geweest. Aan de vooravond van onze onafhankelijkheid maken we mee wat een politieke gevangenis in dit land. Laten we dat niet vergeten. En wij gaan te strijden. Wij blijven waakzaam. Wij gaan door met de strijd. La lucha continua. En u weet wat dat betekent? De oorlog wordt voortgezet. Dat is een spreuk geweest.